Nou, kom even. Ja, kijk, wat hier zie je al. Dit pakt hem al net even. Wat gebeurt daar dan? Welke? Dan ga je een stukje lucht zien. Ja. Oh. En lucht is koud. Is koud. Okay. Kijk. Ik zal je laten zien. Dan ga je hier zien. Daarboven. Ja. Je kan deze is wat je hier ziet. Ja. En dan ga ik hier naartoe. Kijk, en dan gaat hij meteen al buiten zijn schaal. Ja, omdat het daar heel koud is. Nee, dat is netjes. Dat moet steeds beter. Welke hoogte meet je? Kijk. Min 40, dat klinkt op 8. Nee, maar hij gaat gewoon. Oh, okay. Meer dan, minder dan min 40 doet hij niet. Okay. Dus dat is eigenlijk gewoon. Maar je hebt er namelijk links. Oké, ik zal hem. Hij zit er gelijk hoor. Nee, maar er zit er links achter nog. Het lijkt dus echt drie lagen. Ja, drie die arme poezen. Ja. Drie keer de rood. Jongen. Kijk, hier zie je alle reflecties in de kamer. Zie je? Dus dit is het grote bos. Ja. Je ziet dat de natie rood staat. Ja, maar waarom? Alexander, je zegt van deze wind komt aan de andere kant, hè? Maar kijk, hij komt hier naar binnen. Ja, hier blaast hij naar binnen. Ja, dat is zo. Nou, je ziet inderdaad dat er nog wat klinkjes missen. Die zie je ook nadrukkelijk. Ja. Dan zie je wat voor mij ook een heel gebruikelijk beeld is aan de binnenkant en aan de onderkant van de deur. De natte voetstappen zie je. Ja, die natte voetstappen zie je. Kijk, hier ziet het gewoon wel een jaar voetstap. Maar hier loopt hij. Nou, er liggen drie circuits, vier zelfs, je moet zien, dat is ijskoud. De muur loopt door. Ja, wacht even. Dus deze naad heeft het over, hè? Ja. Dat hoort niet. Nee, maar het is binnen. Ja, maar er zit een verstaande muur. Ja. Oh, die loopt door naar het dak. Oh, dat is goed, ja. Oké. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe dat gaat. Tussen de blauwe print en de rode buiten, dat is je backtrash, zou ik willen noemen. En tussen geel en groen, geel zit. Uiteindelijk leef je tussen deze vleugeltjes hier en hier rijden we over de meetflits. Bekende gatgrootte, bekend drukverschil, is bekende vorm. Dat is het principe. In het kalibreren wij van de halve wereld in Barg. Ja. Geweldig! Oh, dit is gaaf! Kijk eens even. Nou, je ziet daaronder, je ziet hier door naar binnen komen. Ja, en het is ook al wat ik dacht, rondom het kozijn. Waar komt het vandaan? Hier, van de onderkant van het kozijn. Van het kozijn, hè? Nee, kijk eens naar de kantoor, zeg. Zo. Hey, sir. Ja, en rondom die... Deze rook raak jij zo vies. Ik weet niet goed wat ik nou hiermee moet, maar goed. Nee, niet zoveel. Maar je ziet het niet gewoon, toch? Ja. Oh, hier ook?
Ja. Jeez, hier komt veel uit. Maar die ramen die open kunnen, dat valt mee, zie je dat? Dat is dan wel redelijk. Ik vind het heel leuk. Dat is ook wel een zwak punt altijd. Daar gebeurt niks. Zie je dat? Wat zijn jullie aan het doen? Oh, hier komt er veel. Kijk, dan kan je zien waar de lucht allemaal naar binnen komt. Kom allemaal naar binnen? Nee, dat kan buiten. Wil jij deze koffie dan aan mama geven? Oh, ja. Okay. Zie het rondom het kozijn. Ja, in de, nog onder de deur. Hier kwam er veel uit. Ja, maar die hoek. Ja, en hier eronder. Die hoek kwam veel uit, hè? Ja, hier. Ja. Wauw. Ja, dit ziet er wel heel gaaf uit. Je voelt de kou nu ook naar binnen komen. Je voelt de tocht ook. Ja, goed, die gaten dus. Ja, maar dat het langs het gezijn. Oh, hier is nog niets. Jeez! Oké. Ik wil ook zo'n rode. Ja, ik wil wel heel graag bij jou af laten gaan. Zo zeg ik, ja. Je bent zo maar weer. Ja, ik vind het wel interessant. Ja, is het ook. Ik vind het wel gewoon leuk. Daar zou niks moeten gebeuren. Oh, hier komt er een beetje uit. Ja. Het is een rooster rondom het rooster. Niet door het rooster, maar bovenlangs. Het is gelijk een bovenlangs. Dus die aansluiting van het rooster. Ja. Nou, genoeg te veel. Eigenlijk niks. Nee, niks. Goed. Hier wel weer in die hoek, zie je dat? Die hoeken zijn goed. Hoek van het glas. Daar iets minder. Nee, hier is dat gebeurd. Nee, nee. Ja, het gaat. Gaten, dat is groot. Kijk, midden. Nou, deze zit er. Is wel goed in de tochtstips. Deze deur. Oké. Maar het zit hem vooral inderdaad in dat dakje dat je nog moet doen.